Een hele goede dag gewenst en welkom bij deze top 10 Halloween films voor kinderen. We gaan een top 10 samenstellen en er ook nog bij enkele suggesties nagaan die misschien net buiten de top 10 vallen. We gaan ze één voor één langs en we gaan kijken welke films het meest leuk zijn om met Halloween voor kinderen te draaien. Op nummer 10 hebben we als eerste staan The Haunted Mansion met Eddie Murphy uit 2003. Na de attractie in Disney World, Euro Disney en alle Disney parken ter wereld. Deze attractie was er al als een soort spookhuis en het is een film van gemaakt waarin de makelaar Eddie Murphy het huis gaat inspecteren om te kijken of het nog te verkopen is of waarom het niet verkocht wordt. Zeker het kijken waard, leuk voor kinderen en gewoon een amusante familiefilm. Nummer 9. Vet stukje jeugdsentiment voor mijzelf in ieder geval. De film Labyrinth uit 1986 met toen nog een zeer jonge Jennifer Connelly. Die later zeker haar eigen filmcarrière heeft opgebouwd. Waaronder een aantal keer als de echtgenote van Russell Crowe in verschillende films. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over Labyrinth. De magische film met David Bowie. Steelt je hart. Laatste grote film uit het meesterbrein van Jim Henson. En gewoon een geweldige avonturen spektakel. Geheel in de stijl van The Wizard of Oz en Alice in Wonderland. Op nummer 8 een geheel geanimeerde film met de naam Paranorman over een helderziende jonge knul die kan communiceren met geesten en hen daarmee ook tracht te gaan helpen. Vermakelijk ook in de Nederlandse taal af te spelen, dus ook voor de allerkleinste zeker goed te volgen, zeg ik van zeker kijken. Op nummer 7 de meest geliefde alien in de hele geschiedenis van de filmwereld. E.T. The Extraterrestrial kennen we natuurlijk allemaal. Maar we moeten hem natuurlijk nog wel even noemen bij deze bijzondere lijst Halloween films voor kinderen. Meest geliefde alien wil je natuurlijk niet missen met de periode van The Most Wonderful Time of the Year. Tududum. Nummer 6. De meest geweldige, bijzondere familie in de filmwereld is toch wel The Addams Family. Met een geweldige cast hebben ze naar aanleiding van de jaren 60 serie deze speelfilm gemaakt. Er is ook nog een vervolg, The Addams Family Values. Dus mocht je ze allebei kijken met Halloween is dat natuurlijk helemaal toppie poppie pepernoot. Maar ja, The Addams Family blijft gewoon hartstikke leuk. Lekker macabre, lekker gothic. En ja, gewoon vette lol met deze bijzondere collectie van vreemdelingen. Zijn we alweer op de helft van deze top 10. Nummer 5 is Casper het Spookje, Casper the Friendly Ghost. Ontzettend leuke tekenfilmserie waar vroeger mensen van mijn generatie zeker naar keken. En in de jaren 90 kwam daar de speelfilm. In The Addams Family speelde Christina Ricci al een van haar meest bekende rollen. In deze film speelt ze ook een hele leuke rol die in contact komt met het spookje Casper. Bill Pullman speelt haar vader. Nog een leuke cameo van Ghostbuster Dan Aykroyd. En zeker ook voor de kleinste reis vanaf 6 jaar en ouder zeg ik van hartstikke leuk voor het pompoenenseizoen. En toen, Maleficent op nummer 4. Maleficent, helemaal geweldig. De film die mijn hart zeker meteen heeft veroverd. Geweldige rol van Angelina Jolie als de boze heks die door een reusje in eerste instantie de dood toewenst, maar vervolgens in slaap krijgt. En we zien nu een hele menselijke kant van de boze vee of de boze heks, net hoe je ze noemen wilt. Angelina Jolie doet het meesterlijk en zeer geschikt voor de periode Halloween. Hou je toverstokken klaar voor deze fantastische film uit 1993 met de immer getalenteerde geweldige Bette Midler. Bekend geworden door films als The Rose in de jaren 80 comedies, maar hij heeft zich ook wel laten zien vanuit dramatische gaven in films als Beaches. Maar in deze film speelt ze ook weer een geweldige rol, is immers ook een begaafd zangeres. Hele leuke versie van het liedje I Put a Spell on You sings in deze film. Hocus Pocus, ik ga er niet te veel over vertellen, maar dit is eigenlijk niet voor niks de film die in de top 3 is beland. Pompoenen, Halloweenfeest, verkleden, heksen. Allemaal hartstikke leuk. Ik hoop dat je je toverstok nog niet hebt weggelegd, want op nummer 2 staat Harry Potter en de Steen der Wijzen. De eerste films van Harry Potter zijn zeker goed ook in de Halloween sfeer met pompoenen en verkleedfeest en allemaal dat soort dingen. Zeker kijken en mocht je ze allemaal in bezit hebben, dan zou ik zeker zeggen van kijk ze allemaal. Maar Harry Potter en de Steen der Wijzen moet je zeker
niet missen met Halloween. Voor we overgaan naar de nummer 1 van deze top 10, wil ik graag nog enkele noemenswaardige tips geven die ook zeker niet zouden mogen ontbreken, maar net even buiten de top 10 willen van deze lijst. Absoluut nummer 1 van Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. Geweldige poppenfilm, geweldige muziek, alleen maar Halloween sferen. Die mag zeker niet ontbreken in je collectie Halloween films voor kinderen. De absolute nummer 1 met de bekende Jack Skellington. Het begint al met het liedje This is Halloween. En weergaloze film, kun je zelfs 2 keer kijken met Halloween en voor Kerstmis. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken van deze top 10. Ik hoop dat je er een geweldige Halloween van gaat maken. Geniet ervan, geniet van de films, geniet van het feest, geniet van de snoep, geniet van al wat je gaat doen met deze Halloween. En ik zie je zeker graag terug in een volgend filmpje.